Goedenavond allemaal. Welkom bij dit Ergo-webinar over de coronavragenlijsten. Mijn naam is Brenda Lening-Kieboom. Ik ben medisch coördinator van het Ergo-onderzoek. En vanavond neem ik u mee van idee tot resultaat. Allereerst wil ik het woord geven aan Arvan Ikram. Hij is hoofdonderzoeker van Ergo en hij zal u welkom heten bij deze webinar. Dankjewel, Brenda. Goedenavond allemaal ook namens mij. Ik ben al kort voorgesteld. Mijn naam is Arvan Ikram. Ik ben hoogleraar epidemiologie en hoofdonderzoeker Ergo aan het Erasmus MC. En het is mijn bijzonder genoegen dat ik u vanavond hier welkom kan heten en eerst een paar woorden tot u kan richten. Het is een heel bijzondere webinar en wel eigenlijk om meerdere redenen, maar drie die eigenlijk in het oog springen. Als eerste het tijdstip. Ik hoop dat u al een hele fijne kerst heeft gehad. Zo op de, tussen aanhalingstekens, derde kerstdag in de avond, een webinar van Ergo. Ik vind dat veel bijzonder. Heel bijzonder dat we dat hier aan u mogen presenteren. En ook heel bijzonder dat u allen hier vanavond aanwezig bent. Ik heb van de organisatie niet een exacte telling, maar volgens mij zijn het er meer dan 1000 mensen die vanavond ingeschakeld zijn. Waarvoor dank. De tweede reden waarom dit zo bijzonder is, is uiteraard de locatie. U bent van ons gewend als Ergo dat wij niet heel vaak, maar toch om de paar jaar iets organiseren om aan u, de deelnemers, te kunnen terugkoppelen wat wij allemaal in het onderzoek hebben gevonden de afgelopen jaren. En vaak doen wij dat, of liefst hebben wij dat gedaan in het Erasmus MC, hier achter mij als achtergrond, om toch een beetje de sfeer te creëren. Heb je de collegezaal in het Erasmus MC. U ziet hier dat het helemaal leeg is. Maar het liefst hadden wij u daar ontvangen. Aan de andere kant, de technologie is er niets voor niets. En het feit dat we nu op zo'n online webinar meer dan 1000 deelnemers hebben, dat zou allemaal niet in één collegezaal passen. Sterker nog, dat zou ook niet in twee collegezalen passen. Dus fijn dat we ook op deze manier gebruik kunnen maken van de technologie en bij u allen aanwezig kunnen zijn en nu ook aanwezig kunnen hebben hier in, bij de webinar. De reden dat we online zijn brengt mij eigenlijk tot de derde bijzonderheid en misschien de belangrijkste bijzonderheid van de webinar van vanavond, is natuurlijk de inhoud. Het zal gaan over COVID, corona, SARS-CoV-2, termen die eigenlijk de afgelopen 2 jaar hebben gedomineerd en hoe het er nou uitziet ook wel voorlopig dat we zullen blijven doen. Vaak wordt mij gevraagd, wat is nou de epidemiologie? En dan begin ik met een historisch relaas over waar het woord vandaan komt, van de Griekse termen epi en demos en logos. Kort gezegd komt het erop neer dat de epidemioloog die bestudeert ziektes zoals die voorkomen in de populatie. En meestal zijn het veel voorkomende ziektes. U bent van ons gewend, bij het eigen onderzoek doen we epidemiologisch onderzoek. En doen wij onderzoek naar dementie, suikerziekte, hart- en vaatziekte, kanker, de zogeheten niet overdraagbare aandoeningen. De historie van de epidemiologie ligt eigenlijk in de epidemieën, vandaar dat het woord epidemiologie en epidemieën aan elkaar gelinkt zijn. En historisch werd ook heel veel onderzoek gedaan naar overdraagbare aandoeningen, infectieziekten. Nou, nu met de opkomst van COVID en de pandemie eromheen, was dit natuurlijk ook heel logisch dat de epidemiologen onder ons ook weer infectieziektes gingen bestuderen, in dit geval corona en daarmee gerelateerde SARS-CoV-2-virus. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat COVID, corona, ons heeft genoodzaakt terug te gaan naar onze leest, naar onze roots, namelijk de infectieziektes bestuderen zoals die voorkomen in de populatie. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar gelukkig hebben wij met het Ergo-onderzoek een fantastische infrastructuur waar we eigenlijk gebruik van konden gaan maken om ook corona-onderzoek te gaan doen. We moesten wel goed nadenken van wat kunnen we nou wel, wat kunnen we nou niet, welke vragen zijn nou wel relevant, welke vragen kunnen we misschien nog even wachten, welke vragen worden al door anderen beantwoord, met name als je kijkt naar het klinisch onderzoek of laboratoriumonderzoek. Zo hebben wij een groep onderzoekers bij elkaar gebracht en nagedacht van hoe kunnen wij nou Ergo gebruiken in diensten van het corona-onderzoek. Nou, wat u de rest van de avond allemaal te horen zult krijgen, is eigenlijk hoe we dat allemaal opgezet hebben en welke resultaten dat tot nu toe heeft opgeleverd. Maar het belangrijkste hierbij is dat dit allemaal niet mogelijk was geweest zonder de deelnemers, de Ergo-deelnemers,
u en vele anderen samen met u. Dat zal Brenda zo straks ook laten zien, maar meteen bij de allereerste oproep om mee te doen aan bij ons de vragenlijst rondom corona, hebben wij eigenlijk een ongekend hoge respons rate gehad. Heel veel mensen hebben eigenlijk meteen al heel enthousiast en positief gereageerd. En er waren ook mensen die vrijwillig hun hulp aanboden om al die vragenlijsten met ons mee te helpen coderen. Daar zijn wij u erg erkentelijk voor. Gelukkig hadden wij ook heel veel jonge onderzoekers, promovendi, geneeskundestudenten, maar natuurlijk ook alle medewerkers van Ergo die de handen bij elkaar hebben geslagen en de vragenlijst en het onderzoek daaromheen voorlopig tot een goed einde hebben gebracht. Het is nog niet afgelopen, we blijven verder gaan met Ergo, maar ik wil op dit moment ook als eerste u de deelnemers bedanken. Uiteraard ook alle medewerkers van het Ergo Centrum, maar ook het data management team dat bij ons in het Rasmus MC werkzaam is. En natuurlijk ook Brenda Kieboom als de medisch coördinator en haar team van onderzoekers die mee hebben gedacht en mee hebben gewerkt aan het uitwerken van de vragenlijst, waaronder ook dokter Sylvain Lichet, die straks ook zal spreken, maar zo ook vele anderen met hem. Wat we vanavond zullen laten zien zijn met name de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. En uiteraard, dat hebben we ook gezien als je kijkt naar de media en ander nieuws, zien wij dat vanwege de urgentie van COVID heel vaak kennis vanuit de wetenschap heel snel naar de klinische praktijk vertaald moet worden. Maar nog steeds moet dat stap voor stap gebeuren. Dat moet niet overhaast zijn. Dus ik wil wel meegeven dat vanavond zal het met name gaan over de wetenschappelijke resultaten. Dat betekent dus niet dat dat meteen leidt tot medisch advies of tot nieuw beleid. Ik hoop dat u dat onderscheid een beetje in de gaten houdt wanneer u onze resultaten hoort en het ook op die manier interpreteert. Het zijn met name resultaten van wetenschappelijk onderzoek en samen met resultaten van onderzoek zal dat hopelijk snel leiden tot medisch advies of beleid, maar vanavond zal het specifiek niet over medisch advies of medisch beleid zijn. Tot zover kort mijn introductie. Nogmaals hartelijk dank dat u er bent. En ik geef het woord graag terug aan Brenda. Ja, bedankt Arvan. Na deze mooie introductie wil ik u ook nog even wijzen op de chat die hieronder de webinar staat. Mocht u vragen hebben aan Arvan, aan mij of later aan Sylvain, zet die in de chat. Daar komen we aan het einde van het webinar uitgebreid op terug. Ja, dan wil ik u meenemen. Ik ga eerst mijn presentatie voor u openen. COVID-onderzoek in Ergo, van idee tot resultaat. Als medisch coördinator had ik de nobele taak om logistiek het COVID-onderzoek op te zetten. En ik ga u meenemen van het eerste moment dat we bedachten dat we corona-onderzoek gingen doen. Dat was 25 maart, aan het begin van de eerste lockdown. En toen kwamen we bijeen bij een kleine groep om te zien of we ook corona-onderzoek kunnen doen. Waarom Ergo? Arvan heeft het al een klein beetje aangestipt. Ergo heeft een algemene populatie. Een algemene populatie is anders dan een ziekenhuispopulatie. Er werd veel onderzoek gedaan natuurlijk al in het ziekenhuis naar coronapatiënten op de intensive care. Maar we wilden eigenlijk weten wat dat coronavirus voor invloed heeft in de gewone bevolking. En dat kan Ergo juist heel goed. En de kracht van Ergo ligt in die goede infrastructuur. Al 30 jaar doen we onderzoek in de wijk Ommoord. En inmiddels zijn we wel bekend met hoe we een onderzoek moeten opzetten en hoe we dat efficiënt kunnen doen. Maar de kracht zit bij u. U als trouwe deelnemer. Want Ergo-deelnemers staan daarom bekend dat als ze eenmaal meedoen, ze ook mee blijven doen bij alle vervolgonderzoeken. En juist bij zoveel mensen vragen uitzetten en antwoorden terugkrijgen, dat is wat we graag willen. En uiteraard sloten we natuurlijk ook aan bij de initiatieven vanuit andere onderzoeksgroepen in Nederland. Wat was het doel van die corona-vragenlijst? Een deel wilden we natuurlijk weten, hoe vaak komt zo'n coronabesmetting nou voor? En wat zijn nou de risicofactoren om het te krijgen? En eigenlijk met name de vraag, wat is nou het verschil tussen die mensen die in het ziekenhuis belanden en die mensen die een corona-infectie thuis doormaken en dus niet in het ziekenhuis belanden? Maar de kracht van Ergo zit te maken in die twee volgende vragen. Wat zijn nou de effecten van het coronavirus en een lockdown op de mentale gezondheid?
Over alle jaren heen en alle rondes die u al mee heeft gedaan aan Ergo, hebben we vaak vragen gesteld over uw mentale gezondheid. Hoe gaat het? Voelt u zich somber? Hoe schat u uw eigen gezondheid in en wat voor cijfer geeft u daaraan? Die vraag heeft u teruggezien in die corona-vragenlijst. En het is juist zo mooi om te zien hoe hebben deelnemers het in de afgelopen jaren beoordeeld en hoe beoordelen ze dat nu? Zit daar nou een verschil tussen? En het laatste punt gaan we straks op terugkomen. Wat zijn de effecten van het coronavirus op de zorg? Als Ergo Onderzoekscentrum zitten we natuurlijk midden in de wijk Ommoord en we hebben goede contacten met de huisartsen die daar allemaal werkzaam zijn. En we wilden eigenlijk weten, hoe vaak gaat u nou nog naar de huisarts in die periode? Zijn er dingen waarvoor u niet naar die huisarts bent gegaan en waarom niet? En die vraag heeft u teruggezien. Dus we kwamen met die vragen, met het idee, we wisten wat we wilden weten. Maar dan komt die wetenschappelijke toetsing door het managementteam. Dat Ergo managementteam bestaat uit alle onderzoekleiders van Ergo, alle hoofden van het ondersteunend personeel. En los van deze coronavragenlijst beoordelen ze eigenlijk alle onderzoeksvragen in Ergo inhoudelijk. Wat we vragen aan zo'n managementteam is dit nu een relevante vraag? En kunnen we het onderzoeken op de manier waarop we het voorgesteld hebben? Is die vragenlijst nu voldoende om de vraag te beantwoorden of moeten we meer? En eigenlijk zei het Ergo managementteam ook, ja, dit zijn relevante vragen, dit moeten we doen en dit van vragenlijst is belangrijk. En meerdere hoofdonderzoekers hebben daar ook nog vragen aan toegevoegd. Dan komt er nog het puntje geld aan vragen. Want zoals u dadelijk gaat zien, zijn er nogal wat mensen bij betrokken en is het best wel een logistieke operatie om zoiets op te zetten. En dat geld is aangevraagd door Silvan bij het ZonMW. En daar hebben we een mooie bedrag voor gekregen om met name die zorggebruik in de eerste lijn uit te zoeken, waarover straks meer. Nou, het is goedgekeurd door het managementteam. We hebben een idee wat we willen onderzoeken. En toen kwam de moeilijkste stap. Zorgen dat we een goede vragenlijst hebben. Die vragenlijst uitprinten, vouwen en versturen. En tussen het ontstaan van het idee en het versturen zit een maand. En ik laat u nu zien waarom dat nog best wel lang duurt. In totaal hebben we die coronavragenlijst naar 8.732 deelnemers gestuurd. In het begin was dat elke 2 weken dat u die vragenlijst van ons kreeg. En die eerste vragenlijsten waren best wel lang, 150 vragen. En in totaal heeft u 7 vragenlijsten van ons gehad. In totaal kom je daar op 1 miljoen velletjes papier. Die allemaal door onze eigen onderzoeksmedewerkers en onderzoekers zijn gevouwen en met liefde in enveloppen gestopt zijn, zoals u hier op de foto kunt zien. We hebben zelf geprint, wat ook logistieke uitdagingen gaf met printers die continu van papier moesten worden voorzien. Ze moesten in die enveloppen. En uiteindelijk zijn we ook de wijk ingegaan om die enveloppen persoonlijk te komen bezorgen, zoals u hier ziet op de foto. In totaal hebben ruim 80 medewerkers meegewerkt aan deze vragenlijsten, aan het vouwen en het verspreiden ervan. En de grootste uitdaging was nog om zoveel mogelijk medewerkers aan het werk te zetten met een afneming van die coronaregels. Want ook die gelden voor ons. We moesten natuurlijk die afstand bewaren. En dat gaf een vrij complex schema. En in parallel waren we begonnen met het opzetten van de digitale vragenlijst. Want die vraag hebben we eerder in Ergo gehad en dat hadden we nog niet, zo'n digitale vragenlijst. Vanaf de derde vragenlijst zijn we ook digitale vragenlijsten gaan versturen. En dat scheelde ons natuurlijk een hoop vouwen en versturen, maar ook uiteindelijk invoeren. Want als je ziet hoeveel papier we hebben gekregen en hoeveel enveloppen we hebben verstuurd, is dat ongelooflijk veel. Dit zijn een aantal foto's van de onderzoeksafdeling die we hebben in het Erasmus, waar al uw enveloppen terugkwamen met de vragenlijsten. Die hebben we allemaal handmatig opengemaakt en we hebben ze ingevoerd. Dat invoeren doen we 2 keer, omdat het blijkbaar mensenwerk blijft. Bij elke invoer kan je natuurlijk een typfout maken en dat wil je niet, want daarmee gaat kostbare informatie verloren. Dus dat doen we 2 keer. En daar controleren we ook weer of die 2 keer hetzelfde ingevoerd is. En zo niet kijken we weer opnieuw naar. Alle vragenlijsten zijn ook ingescand en bewaard. En er is continu aandacht geweest voor uw privacy. Zorgen dat er niet zomaar adresgegevens ergens op straat komen te liggen. Want dat is belangrijk dat het niet gebeurt. Ook de enveloppen die terugkwamen. Zorgen dat daar niet uw naam meer op staat. Maar dat alles met een code verwerkt wordt. En te zorgen dat we daarmee goed onderzoek kunnen doen.
en mooie onderzoeksresultaten kunnen krijgen. En voor dat stuk geef ik graag het woord aan Sylvain Lichet. Hij is onderzoeker binnen Ergo. En hij gaat u meenemen wat er gebeurt vanaf het moment dat die vragenlijsten zijn ingevoerd. Sylvain, van jou de taak. Geweldig en een eer ook voor mij om vanavond voor u wat meer te mogen vertellen over het onderzoek dat we eigenlijk in de afgelopen 1,5 jaar hebben uitgevoerd. Ik ga ook wat slides laten zien. Komt-ie. Ja, dus Brenda stipt het al even aan. Hè. Een deel van het corona-onderzoek dat binnen Ergo heeft plaatsgevonden en nog steeds loopt, gaat eigenlijk over hoe we de zorg gebruiken tijdens de pandemie. Want u heeft het misschien wel voorbij zien komen in het nieuws, hè, dat veel afspraken bij de dokter, maar ook de operaties die in de ziekenhuizen gepland staan, zijn afgeschaald, zijn afgezegd of uitgesteld, om maar plaats te maken voor die patiënten die moeten worden opgenomen of gezien met corona. En voor een groot deel is dat natuurlijk belangrijk, maar voor een ander deel missen we daar natuurlijk ook een grote groep patiënten die wat langer moet wachten op hun behandeling. En binnen Ergo en met uw deelname hebben we daar eigenlijk een heel mooi zicht op om te zien hoe dat nou in elkaar steekt en hoe ernstig dat eigenlijk is. Heel kort iets over mijzelf. Ik ben zelf afgestudeerd als arts in 2016 en ben eigenlijk in diezelfde maand bij de afdeling epidemiologie begonnen aan mijn promotieonderzoek. Onder leiding van Arf van Ikram hebben we gekeken naar het voorspellen en het voorkomen, dus de preventie van dementie in de algemene bevolking. En dat promotieonderzoek heb ik in oktober afgelopen oktober afgerond. En nu ben ik aangesteld als postdoctoraal onderzoeker. Dus ik hou mij nu meer bezig met het gebruik van zorg in mijn onderzoek. En dit is mijn persoonlijke situatie. Ik heb 3 kinderen, Elias, Daniel en Cato. En ik woon samen met Marieke. Ik dacht, het is toch wel even aardig om dat privéplaatje te laten zien. Maar we gaan snel weer door met het echte onderzoekwerk. Volgende slide. Kijken, dat mag niet van PowerPoint. Ja. Nou, toch even terug naar het allereerste begin. Dit was 27 februari 2020. Dus dat is al bijna weer 2 jaar geleden. Toen vond ik dit nieuwsberichtje op nos.nl over de eerste Nederlander die werd opgenomen met het coronavirus. En zoals Brenda al aangaf, is eigenlijk binnen een maand later al het onderzoek binnen Ergo over corona opgestart en besproken. Dus in een hele korte tijd is er eigenlijk in een team samengekomen om te kijken hoe we dit binnen Ergo ook zouden kunnen aanpakken. En daarnaast heb ik contact gehad met een aantal collega's van binnen de afdeling en daarbuiten ook bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. Eigenlijk informeel begonnen via WhatsApp. Want wij zagen al die nieuwsberichten dat huisartsen het lege wachtkamers hadden en dat er geen patiënten meer gezien werden. En dat is natuurlijk eigenlijk wel gek, want patiënten en mensen houden over het algemeen altijd wel medische klachten. Ziektes komen en gaan. En het is niet zo dat als corona zich opdoet, dat opeens alle andere ziektes er niet meer zijn. Dus we hebben eigenlijk in een klein team begonnen met een onderzoeksvoorstel te schrijven. En dat gaf Brenda al aan. Dat hebben we later ook ingediend bij een van de grootste Nederlandse financiers van wetenschappelijk onderzoek, ZonMW. En dat is ook goedgekeurd om te gaan worden uit te voeren. Zo is dat eigenlijk begonnen. En dit is een nieuwsbericht dat kwam iets later, 8 april 2020. En dat kwam toen ook in het landelijke nieuws. Huisartsen die zich zorgen maakten, mijn wachtkamers zijn leeg. Waar zijn eigenlijk die patiënten? Nou, dat was misschien precies wel de vraag die wij binnen het erge onderzoek ons ook afvroegen. Van wat gebeurt er eigenlijk met mensen als zij misschien uit angst voor corona niet meer naar de dokter durven? Of het vermoeden hebben dat de huisarts of de medisch specialist het erg druk heeft? Wat doen ze dan met hun klachten? Nou, het eindproduct is uiteindelijk 1,5 jaar later uitgekomen. Dat ziet u hier beneden in 23 november in een wetenschappelijk tijdschrift. Dat ziet u hier, de titel en het artikel. Dat kunt u, als u geïnteresseerd bent, ook zelf opzoeken op internet. Maar dat is toch een vrij lange tijd. En professor Arf van Ikram gaf het ook al aan. Hè. Het wetenschappelijk onderzoek neemt vaak wat tijd in beslag. Maar hoe komt het nou dat er 1,5 jaar tussen zit, tussen het moment van het starten van zo'n vragenlijst en een uiteindelijke wetenschappelijk artikel? Daar zal ik vandaag iets meer over vertellen. Later kwam dit ook in het NRC. Dus dit is allemaal gebaseerd op ons erge onderzoek, waar we u gegevens ook voor hebben mogen gebruiken. Wat denk ik hele waardevolle inzichten heeft gegeven voor onze samenleving.
dit zijn dan ook de vier vragen waar ik vanavond met u doorheen wil lopen en probeer antwoord op te geven. Allereerst, nou, waarom zit er eigenlijk anderhalf jaar tussen het idee van een vragenlijst en een uiteindelijk wetenschappelijk artikel? Brenna heeft al iets over gezegd, ik zal dat plaatje compleet maken. Hoe vaak komt zorgmijding voor tijdens COVID-19 of tijdens de pandemie? Hoe ernstig is dat eigenlijk, dat er zorg is gemeden? En nog belangrijk misschien is, wat kunnen we er eigenlijk aan doen? Hoe kunnen we dat in een volgende lockdown of in een volgende situatie misschien beter aanpakken? Nou, hier ziet u het stappenplan, zullen we maar zeggen. Het verhaal achter de anderhalf jaar, noem ik het maar even. Nou, Brenna gaf al de eerste paar stappen aan. Hè. Het ontstaan van het idee was 25 maart 2020. En welke stap je dan eigenlijk doorgaat als wetenschappelijk onderzoeker is toch het als je eenmaal de data hebt verzameld, hè, als al die enveloppen zijn ingevoerd en gegevens zijn bekend, hoe kunnen we die data dan het beste voorbereiden? Er zijn natuurlijk gegevens die misschien missen, omdat sommige mensen een vraag hebben overgeslagen, of het handschrift was bijvoorbeeld niet leesbaar. Nou, dat is een andere reden om goed nog eens te kijken van, kunnen we dat netjes maken? Kunnen we dat misschien toch achterhalen met iemand die wel dat handschrift kan lezen? Nou, dat zijn allemaal dingen die kosten veel tijd. Dat ging veel met de hand. En u ziet hier september, oktober 2020 staan. Maar ook in de zomer van 2020 zat onze hele afdeling eigenlijk vol met onderzoekers. Dat was ongebruikelijk, want in die tijd mocht je eigenlijk helemaal niet naar je werk. Maar ook daar gaf het Erasmus MC wel de uitzondering voor, omdat ze ook inzagen, dit is echt heel belangrijk en dit moet ook snel gebeuren. Nou, later zijn we dan de eerste analyses gaan doen. Daar gebruiken we dan toch wel zware computers voor, want dat zijn gegevens van duizenden mensen. En met bepaalde software kunnen we dan heel gedetailleerd kijken naar patronen in de data. En dan daarna gaan we natuurlijk ook kijken van oké, als we die analyses gedaan hebben, hoe kunnen we dan interpretatie maken uit die resultaten? Nou, dan komen we bijeen in een team en dan kijken we naar de gegevens die we gevonden hebben. En ook daar gaat toch wel tijd overheen. Want als je weer kijkt naar de gegevens, dan komen er vaak weer nieuwe vragen op. En die vragen die moet je dan weer beantwoorden door weer terug te gaan naar de gegevens die je hebt gemeten. We hebben de analyses finaal gemaakt in februari, maart. En daarna komt een proces op gang dat we ook het allemaal netjes moeten opschrijven. En moeten aandienen eigenlijk bij de internationale wetenschapsgemeenschap. Die daar dan ook weer naar gaat kijken. Dus er zijn altijd mensen die het werk controleren. Zoals Arvan ook wel zegt, hè, we willen het graag niet te gehaast doen. Er moet netjes naar gekeken worden. En dat kost gewoon tijd. Dus uiteindelijk is het dan oktober dat we te horen kregen dat het artikel geaccepteerd was in een internationaal tijdschrift. En in november werd het gepubliceerd. Nou, als je dan terugkijkt naar de verschillende stappen, dit heeft Brenda ook uitgelicht. Ik heb hier zelf ook aan meegewerkt en het is heel bijzonder om dan ook eens in de wijk rond te rijden om die enveloppen te bezorgen of op te halen. En dan voel je ook echt wat voor een enorme proces het eigenlijk is waar je mee werkt. Nou, daarna komen natuurlijk de stappen van datavoorbereiding en de eerste analyses doen. Dus een van de eerste dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben is, nou, wat is ongeveer de leeftijd van de mensen die hebben meegedaan? Nou, dat ziet u hier. Van de eerste vragenlijst zien we toch dat een groot deel van de mensen rond de 65, 70 jaar oud is. En er zijn ook flinke uitschieters. Hè? Er zijn nog mensen bij tussen de 40 en 45 jaar. Maar er zijn ook mensen bij die boven 95 zijn. En ook nog steeds meedoen aan dit ergo-onderzoek. Bijzonder ook, omdat het natuurlijk een vrij grote vragenlijst was die werd verstuurd de eerste keer. En later hebben we dat natuurlijk ook elektronisch willen aanbieden. En toen zijn ook nog steeds de alleroudste mensen blijven meedoen. Dus dat is natuurlijk een heel, heel bijzonder. Nou, dan komen we bij de resultaten van een van de hoofdvragen die we hadden is, nou, als mensen nou thuis zitten en ze hebben klachten of symptomen van een bepaalde ziekte, wat doen ze daar dan mee? Dat hebben we ook u gevraagd. We hebben een hele lijst met symptomen of medische klachten die vaak voorkomen aan u gegeven. En gevraagd aan u van, goh, heeft u een van deze klachten en wat heeft u daar toen mee gedaan? Nou, 1 op de 5 gaf aan van, goh, ik heb wel medische klachten gehad. Ik heb die ervaren, maar ik ben daar niet mee naar de dokter of de medisch specialist gegaan. Dat is natuurlijk een vrij groot aantal. En dat is iets een aantal wat we ook later terugzagen uit andere onderzoeken in Nederland die gedaan zijn. Dus dat kwam heel erg overeen met wat andere onderzoekers vonden. De vervolgvraag is dan, ja, hoe erg is dat eigenlijk dat er dan zorg gemeden is? Of dat mensen thuis zijn gebleven met klachten? Nou, in feite is natuurlijk het zo dat
als er een ingescheurde teennagel is bijvoorbeeld, of u heeft een splinter in de vinger, ja, dat zijn misschien dingen die wel even kunnen wachten. Of dat kunt u uiteindelijk zelf misschien oplossen. Maar er zijn ook heel veel klachten waar eigenlijk direct toch wel een dokter of een zorgverlener naar moet kijken. Ik heb er hier een aantal genoemd. Het zijn ook een aantal klachten die wij in de vragenlijst hebben geschreven. Omdat wij denken dat die belangrijk zijn, dat daar naar gekeken wordt. Maar wij vonden toch van de mensen die aangaf dat ze zorg meden, dat was 1 op de 5, dat een derde daarvan één van deze klachten had. En dit zijn toch klachten waar we als artsen van zeggen, nou die willen we toch wel graag zien, deze mensen. Die wil je liever niet thuis laten blijven. Dus dat gaf toch wel aan dat de ernst van de situatie groot was. En niet zozeer dat het een verwijt is naar patiënten, maar meer dat we misschien in de toekomst daar beter mee om moeten gaan als maatschappij. Dat er zoveel aandacht was om corona in te dammen, dat we misschien ook moeten kijken naar hoe we kunnen we de zorg toegankelijk houden in zo'n tijd. Dan hebben we met statistische modellen gekeken van, nou, wat zijn dan mensen die risico lopen om thuis te blijven of om zorg te mijden? Kwamen een aantal groepen naar voren, bijvoorbeeld vrouwen, rokers, maar ook mensen die zich erg zorgen maken of depressief zijn. En we zagen het ook vaker bij mensen die wat ouder zijn en kwetsbaarder, dus met langdurige aandoeningen bijvoorbeeld. En mensen die wat lager zijn opgeleid, hadden ook een wat hoger risico om met klachten geen zorg te zoeken. Over het algemeen zijn dat ook vaak wel mensen, bijvoorbeeld kwetsbaardere mensen, of mensen die een depressie hebben of somber zijn, die wel juist veel zorg nodig hebben. Dus daar zat een beetje een tegenstrijdigheid in. Nou, hier heb ik het schema nog even afgemaakt. Ik liet u dit artikel al zien. Dus na de finale analyses hebben wij het artikel opgeschreven. En zijn we de discussie aangegaan met de vakgenoten. En uiteindelijk hebben we dan het artikel mogen publiceren. De laatste vraag die ik eigenlijk vandaag met u wil beantwoorden is, wat kunnen we eraan doen? Nou, een van de dingen die is voortgevloeid uit de resultaten van dit onderzoek, is dat de Hartstichting hun campagne heeft aangescherpt op het herkennen van een beroerte. Want wij zagen in de gegevens dat het vooral klachten aan de hersenen zijn, die kunnen duiden op een beroerte, waar mensen toch mee thuis zijn gebleven. Veel mensen weten dat ze bij pijn op de borst bijvoorbeeld, of met hele heftige hartkloppingen, dat ze 112 kunnen bellen, of dat ze hun huisarts kunnen opzoeken. Maar veel minder is dat bekend bijvoorbeeld bij een afhangende mondhoek, of dat u opeens minder kracht ervaart in uw arm of been, of minder gevoel heeft. En dat zag de Hartstichting ook, dus zij hebben deze onderzoeksresultaten ook gezien. En zij willen hier toch nader op ingaan en proberen dit landelijk ook weer meer op de kaart te zetten. Nou, als ik de antwoorden nog even samenvat. Waarom duurt het 1,5 jaar? Nou, de wetenschap heeft tijd nodig. Het gaat niet altijd even snel, maar het levert uiteindelijk wel waardevolle inzichten op. Inzichten die we misschien ook kunnen meenemen naar de toekomst. Hoe vaak komt zorgmijding voor? Nou, we zagen in dit onderzoek dat 1 op de 5 mensen in de bevolking klachten heeft gehad waarvoor ze geen dokter hebben gezocht tijdens de eerste fase van de pandemie. En dat is ook door andere onderzoekers en andere studies bevestigd. En wij zagen specifiek dat 1/3 van die mensen aangaf dat er ook acute klachten waren. En in normale situaties zouden we daar toch medische beoordeling met spoed voor willen hebben. En tot slot zagen we dat vooral de kwetsbare patiënten of de kwetsbare mensen in de samenleving eigenlijk het minst de weg vonden naar de dokter. En ook daar denk ik bij dat we specifiek toch meer aandacht voor moeten zijn, dat we ook voor die mensen een veilig gevoel kunnen geven dat ze hun huisarts of medisch specialist kunnen bezoeken. Nou, dit is het team waar we in dagelijkse vorm zeg maar, mee samenwerken. Dus dat is Eveline Schepper van de afdeling huisartsgeneeskunde in het Erasmus MC. Premissel Velk, hij is een promovendus die we hebben aangenomen op dit project. En Marije Splinter is ook een promovenda. En veel van het werk dat ik vandaag liet zien, wat ook veel in Ergo heeft plaatsgevonden, dat heeft Marije eigenlijk als eerste geanalyseerd en met ons besproken. En daarnaast zijn heel veel andere mensen, die ziet u daar beneden, ook betrokken bij dit project. Omdat het iets is wat we leiden uit Rotterdam. Maar eigenlijk in heel Nederland doen de academische centra mee. Om ook te kijken hoe het in hun regio's is geweest en is, wat betreft de toegankelijkheid van zorg. Dit zijn die partners die dan betrokken zijn. Dus we werken binnen een consortium samen van huisartsen. En er zijn patiënten betrokken,
vanuit de Hartenraad en KWF Kankerbestrijding. En hier ziet u de betrokken universitaire medische centra, dus de academische ziekenhuizen in Nederland, die meedoen aan het project. Dat gaat allemaal wel heel snel. Even kijken of ik nog eentje terug kan. Nou ja, goed. De belangrijkste boodschap staat hier. Ik wil u heel erg bedanken voor uw deelname, betrokkenheid en aandacht voor vanavond. En het laat maar zien hoe belangrijk het is dat u alle zo ontzettend goed meedoet. En daar ben ik heel erg blij mee. Dank u wel. Ja, bedankt Silvan voor deze mooie resultaten. Inmiddels heb ik nog even naar de chat gekeken. Daar zijn ook wat vragen gekomen. De chat staat nog steeds open, dus zet daar nu ook al je prangende vragen in, want die gaan we nu beantwoorden. Een van de eerste vragen die ik voorbij zag komen is, waar staat ZonMB voor, die geldschieter? En ZonMB is eigenlijk een fusie van twee organisaties, het Zorgonderzoek Nederland en het gebied medische wetenschappen van het NWO. En die zijn samen gefuseerd en die vormen nu ZonMB. En ze hebben als hoofdopdrachtgever het ministerie van VWS en dus de Nederlandse wetenschappelijk onderzoekorganisatie NWO. En zij zijn geldschieters voor veel van dit soort projecten. Dus dat was een van de eerste vragen die ik voorbij zag komen. Dan een vraag voor... misschien Silvan, kan je er nog iets over vertellen? Een vraag is over de psychische impact van de lockdowns. Misschien... Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook een hele relevante. Zeker nu dat we weer in een lockdown zitten. En dat het iets is wat dus toch blijft voortduren, zullen we maar zeggen. Dit wordt onderzocht binnen Ergo. Dat onderzoek staat onder leiding van Annemarie Luik. Zij is ook psycholoog en epidemioloog. En daar wordt dus aan gewerkt. Er zijn heel veel vragen ook gesteld binnen de vragenlijsten. Hoe mensen zich voelen. Wat we ook in ons onderzoek zagen wat betreft zorggebruik, is dat mensen die sommige klachten hebben of zich angstig voelen, toch vaak ook risico lopen op zorgmijding. Dus dit is zeker iets wat op de radar staat en daar zullen ook resultaten, denk ik, binnenkort ook van volgen. Ja, en het idee is om zeker nog een keer vaker een webinar te doen om dit soort resultaten met u te delen. Dus hou zeker de website in de gaten. In het Ergo Nieuws zal het ook nog aandacht krijgen wanneer er weer een nieuwe webinar komt. Voor onder andere deze resultaten, want daar hebben we inderdaad al wat nieuws op. Dan de vraag, gaan jullie vaker digitale vragenlijsten versturen? Het antwoord is ja. We zijn er inderdaad nu we geleerd hebben hoe we digitale vragenlijsten moeten doen, zijn we daarmee bezig, ook in de algemene Ergo-rondes. Voorbeeld daarvan gaat zijn de voedselvragenlijsten die u wel eens gekregen heeft op papier om die digitaal te doen. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden. Dus ja, is het antwoord. Mocht u uw mailadres nog niet hebben doorgegeven en het wel willen doen, neem contact met ons op en dan kunt u ook digitale vragenlijsten krijgen. Dan de vraag, is de ergo-populatie representatief voor heel Nederland? Die geef ik door aan Arvan. Dankjewel, Brenna. Dit is een vraag die ons heel vaak gesteld wordt, van hoe representatief is de ergo-populatie en kan je de resultaten van wat je in ergo hebt gevonden zonder meer vertalen naar de rest van Nederland of eigenlijk naar überhaupt een bevolking buiten ergo? Dit is een lastige vraag. Het makkelijke antwoord is, of standaard antwoord is ja en nee. Kijk, wij weten dat de populatie in ergo is vrij homogeen. Het zijn over het algemeen mensen van een West-Europese afkomst. Door de jaren heen is dat wel aan het veranderen, maar nog steeds overwegend van West-Europese afkomst met een bepaalde leeftijdsverdeling. En ook als je naar het inkomen kijkt, zit daar een bepaalde gemiddelde en een bepaalde spreiding daaromheen. Wat we dan noemen sociaal-economische status. Wij hebben die parameters in kaart en we weten waar Omoord eigenlijk staat ten opzichte van de rest van Nederland. Dus als je zegt van kan je de resultaten van wat je in Omoord hebt gevonden voor in dit geval een wijk met een gemiddelde sociaal-economische status, met een bepaalde bevolkingssamenstelling, geldt dat dan ook voor een, laten we zeggen, achterstandswijk in Amsterdam of een nieuwbouwwijk ergens in het oosten van het land? Het antwoord is nogmaals ja en nee. En dat heeft te maken met
over welke bevinding je die vraag stelt. Want als je mij de vraag zou stellen, wij hebben in Ommert gevonden dat roken leidt tot longkanker, of dat we hebben gevonden dat weinig lichamelijke activiteit leidt tot ernstigere COVID-infectie, zal dat ook gelden voor die andere populaties, dan denk ik dat het wel zal gelden. Dat het niet alleen in Ommert zo is dat roken tot longkanker leidt, maar dat het waarschijnlijk ook in Groningen en in Maastricht en in Enschede geldt. Als je dan de vraag zou stellen, hoe hangt luchtvervuiling samen met het optreden van dementie, en of dat in Ommert ook geldt in Groningen? Ja, dat is een veel subtielere vraag. Want dat kan te maken hebben met wat voor soort luchtvervuiling we te maken hebben. Is het luchtvervuiling vanwege uitlaatgassen van de auto? Of is dat misschien luchtvervuiling wat in het kader van landbouw ontstaat? Dat is een vraag waar je dus niet zonder meer kan zeggen, nou, de ergpopulatie is representatief voor de rest van Nederland. Als we ons nu beperken tot de onderzoeken die we wat voor COVID doen, en bijvoorbeeld de resultaten die Sylvain zojuist heeft laten zien, daarvan is mijn mening dat die wel representatief zijn, grotendeels voor de Nederlandse populatie. En nogmaals, u moet zich bedenken dat de vraag over representativiteit, die kunnen we dus niet met een statistische analyse beantwoorden. Dat is een kwestie van opinie, kwestie van expertise, kwestie van een aantal experts bij elkaar en wat hun gemeenschappelijk standpunt is. Dat bepaalt in hoeverre resultaten van de ene studie toepasbaar zijn voor een andere studie. Dat geldt niet alleen voor ergo. Dit zie je ook veel breder, bijvoorbeeld rondom de hele discussies rondom de vaccinaties. De studies die hebben laten zien dat vaccinaties effectief zijn, die zijn gedaan in bepaalde grote weliswaar, maar nog altijd bepaalde bevolkingen. Je kunt niet een vaccinatiestudie in de hele wereldbevolking doen. Je zult een steekproef moeten nemen. De vraag blijft dan altijd of de resultaten die je hebt gevonden in die studie, in dit geval rondom vaccinatie, of dat ook geldt voor alle andere bevolkingsgroepen in de wereld. En die vraag kun je niet statistisch beantwoorden. Of je moet in al die bevolkingsgroepen opnieuw dezelfde studie doen, of je moet op basis van experts en andere kennis, reeds bestaande kennis, kennis die je hebt over de biologie, als je dat allemaal bij elkaar brengt, kun je een consensus hebben van, nou, wij denken dat de vaccinatie, als het in bevolkingsgroep A werkt, waarschijnlijk ook in bevolkingsgroep B werkt, maar misschien dat het minder goed in bevolkingsgroep C werkt. Dat verklaart ook, als je naar de afgelopen half jaar tot een jaar kijkt, hoe de ontwikkeling is geweest rondom de effectiviteit van de vaccinaties. Dus nogmaals, de vraag is zeer relevant, maar het is niet een vraag die we met onze statistische analyse zomaar kunnen beantwoorden. Daarvoor is juist steeds meer en meer en meer onderzoek nodig om steeds meer en meer kennis te vergaren. Dank je wel, Arvan, voor dit mooie antwoord. Een vraag die daar een beetje op aangrijpt, maar die Sylvain misschien wil beantwoorden, is: gaven de onderzoeken in de andere regio's dezelfde uitkomsten? Dat kan jij misschien vanuit die huisartsenpet beantwoorden. Ja. Ja, dit is ook echt een hele mooie vraag. We zijn begonnen in Rotterdam binnen Ergo. We hadden de beste infrastructuur en die data liep al heel snel. Daarna hebben we gekeken naar de huisartsgegevens, ook in de regio Rijnmond. Dus niet alleen binnen Ergo, maar ook dus in wijken bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid en in het centrum. Allemaal huisartspraktijken die meedoen aan de Rijnmond Gezonde Database, zo heet die studie. Daar doen meer dan 60 huisartspraktijken uit de regio aan mee. En binnen die studie heeft dan elke huisartspraktijk hun patiënten met hun toestemming laten meedoen aan die studie. En dan kom je uit op ongeveer 150.000 mensen die binnen die regio's zijn betrokken. En met die gegevens kan je natuurlijk niet zo goed de mensen onderzoeken die thuis zijn gebleven. Want immers, die zijn niet bij de huisarts gekomen. Dat hebben we in Ergo gedaan. Maar de mensen die wel bij de huisarts zijn gekomen, kan je natuurlijk vergelijken met de mensen die een jaar eerder of twee jaar eerder bij de huisarts zijn geweest. En die patronen over tijd vergelijken met de periode die je bijvoorbeeld hebt gezien tijdens de coronapandemie. En wat je dan ziet, is dat eigenlijk ook een vijfde aan afname te zien is. Dus 20% minder huisartsbezoeken in 2020 ten opzichte van bijvoorbeeld 2019 of 2018 of 2016. Dus dat kwam eigenlijk heel erg overeen met wat we vonden binnen Ergo. Het onderzoek of dat dan ook te vinden is in bijvoorbeeld regio Leiden of in Nijmegen, dat zijn nou net de analyses die we momenteel aan het doen zijn.
De eerste resultaten wijzen eigenlijk in dezelfde richting als we die zo hebben gezien in de regio Rotterdam. Maar het is iets waar we dus nog steeds aan werken. En daarom loopt dit project ook nog steeds op een landelijk niveau, om dat dus ook in kaart te brengen. Misschien nog één toevoeging eraan. Kijk, de verwachting is wel dat je regionale verschillen gaat vinden tot op zekere hoogte. Want we weten natuurlijk dat corona begon in Limburg, zoals ik liet zien, ook met dat NOS-berichtje, of in Eindhoven werd die patiënt opgenomen. Dus we weten van de allereerste fase van de pandemie dat toen in Brabant en Limburg het eigenlijk heel heftig was. En toen waarschijnlijk ook de zorgmijding ook wat groter was in die provincies. En later is het natuurlijk heel snel uitgebreid over Nederland. Maar we verwachten dus ook die regionale patronen ook terug te zien straks in onze gegevens. Ja, mooi, dankjewel. Ik kijk nog even. Ik zie de nieuwe vraag van binnenkomen. Welk vervolg gaan jullie hier aan geven? Dat is een vrij brede vraag, die je denk ik op allerlei vlakken kan beantwoorden. De ene vervolg is dat we natuurlijk nu weer een nieuwe vragenlijst aan u hebben uitgestuurd. En alleen naar alle mensen die een mailadres bekend hebben bij Ergo. Dus alleen een digitale vragenlijst. Inmiddels heeft alweer 63% van alle deelnemers deze vragenlijst volledig beantwoord. Waarvoor onze dank, want dat is natuurlijk een geweldig percentage binnen 2 weken. Het idee is dat we op deze manier met name nog richting de zorgmijding blijven kijken in die vragenlijsten. Maar een vervolg in de breedste zin van het woord komt er natuurlijk ook, want op de achtergrond vinden er nog steeds onderzoeken plaats met die vragenlijsten die u in het afgelopen jaar heeft ingevuld. Onder andere nog steeds naar de risicofactoren van corona, genetische factoren die daar invloed op hebben. En zeker het psychische stuk, daar zijn veel vragen over gesteld en dat zijn ze ook aan het analyseren. Dus daar kom ik nog bij op terug in een andere webinar met daar resultaten van. Dan komt er nog een vraag. Ik miste bij de grafiek van Silvan de groep onder de 40. Silvan, wil je daar antwoord op geven? Ja, dat is scherp. Maar de ergo-deelnemers die worden uitgenodigd vanaf de leeftijd van 40 jaar. Dus de deelnemers in die grafiek die onder de 40 zitten, die zitten daar niet in. Maar we kunnen wel in de huisartsdatabase die we dus ook gebruiken voor dit project, die loopt bij de afdeling huisartsgeneeskunde, daar kijken we ook naar wat jongere mensen. Maar het valt wel goed te zeggen dat voor de ziektes waar we eigenlijk het meest beducht op willen zijn, hè, bijvoorbeeld een beroerte, hart- en vaatziekte of dementie of diabetes, dat zijn toch wel de grote langdurige ziektes in de bevolking. Daar loop je ook risico op als je bijvoorbeeld niet zo vaak naar de huisarts of naar de medische specialist zou gaan. En die langdurige ziektes zie je ook wat minder bij de wat jongere inwoners van Nederland. Dus de leeftijdscategorie vanaf 40 jaar is wat dat betreft niet eens zo heel slecht vanuit het onderzoeksperspectief gezien. Omdat we daarmee toch de bevolking vangen die we eigenlijk het meeste, waar we het meest in geïnteresseerd zijn voor deze onderzoeksvraag. Dankjewel. Ik zie geen nieuwe vragen meer voorbij komen in de chat. Dan wil ik u allen bedanken voor het kijken naar deze webinar. Dit is de allereerste Ergo-webinar. Er gaan er vast nog wel meer volgen om meer resultaten u terug te geven. Mocht u wensen hebben, dingen die u graag zou willen weten, laat het ons weten. ergo.ep@erasmusmuseum.nl. Dan kunnen we dit zeker allemaal meenemen. Daarnaast wil ik ook Art van Ikram bedanken en Sylvain Lichet voor de mooie uiteenzetting van de onderzoeksresultaten. En hoop ik u snel ook weer te mogen zien op het Ergo Onderzoekscentrum. Hele fijne avond, mooi uiteinde. Bedankt voor het kijken. Dankjewel. Dag.